Studenten uit Para hoeven nu niet meer uren van en naar school te reizen. Naast onderwijsmogelijkheden is er een campus opgezet. Die moet resulteren in kwalitatieve, duurzame en functioneel onderwijs. Vanmorgen vond aan de Joris Klaasweg de soft launch plaats van dit project dat is gefinancierd door de Islamic Development Bank, ISDB. De schoolcampus staat in het teken van duurzame ontwikkeling voor de toekomst van ons land. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte dat de investeringen die gedaan worden in het district zullen zorgen voor decentralisatie. Het zal vooral de jeugd, die de toekomst is van ons land, ten goede komen. Mining sector in Afghafoto, je take your training, ja zo. Als je in de technische rechten wil gaan, hier is Natur. Wil je in de agrarische rechten gaan, hier is campus. Wil je in de wetenschappelijke rechten gaan, kan je ook hier terechtkomen. Wil je in die airport business gaan, kan je hier opgeleid worden. En dat gaat maken dat Param een zuigeffect gaat hebben. En net zoals de voorzitter van de Nationale Assemblée gezegd heeft. Vele studenten van ons van het binnenland, die zijn allemaal verhuisd richting Paramaribo voor onderwijs. En ze leven onder erbarmelijke omstandigheden. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf te kennen dat de aanpak voor het inrichten van de campus op zowel onderwijs als accommodatieniveau eentje is van inclusiviteit. Er is gekeken naar een complex dat zal zorgen voor zowel de nodige accommodatie als een inventief onderwijsstructuur. En als je dat combineert met sportvelden, zwemmen, voetbal, volleybal, is dat natuurlijk in het curriculum dichtbij. En dat is iets wat we moeten een brede vorm in gaan zoeken. En dit concept is natuurlijk een vreselijk mooi concept om op meerdere plaatsen toe te passen. En dat gaan we ook doen. Belangrijk is dat de bouw van deze campus voor Para van grote betekenis zal zijn. De DC heeft het net ook gezegd dat we in staat zullen zijn een aantal problemen bij de jongeren nu op te lossen door deze aanpak. En men heeft het ook nodig. We starten dus met die middelbare school, is al gestart, maar ook die campusconcepten waarbij de studenten hier kunnen vertoeven. We hebben ook een campuswinkel breed dat ze hier ook inkopen doen. We zorgen voor restaurants dat men ook hier kan eten. Dit concept is natuurlijk heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze Paranen. Het officieel gedeelte werd afgesloten met een rondleiding voor de genodigden op de schoolcampus.